10 gigabit glasvezel internet van Vodafone hier gekregen. Toen waren we als eerste MKB-bedrijf in Nederland die dat snelle internet aangeboden hebben gekregen. Kavel 10 is een landmeetbedrijf. En dat doen we eigenlijk op de meest efficiënte manier die er is. Dat doen we met landmeters op de grond en met eigen vliegtuigen, waarmee we data inwinnen. We meten vanuit de lucht met hoogwaardige camera's die in de vliegtuigen zijn geïnstalleerd. Dus dat zijn eigenlijk gewoon de normale fotocamera's zoals iedereen die kent. En er zit ook een laser bij in het vliegtuig. Daarmee kunnen we ook hoogtekaarten maken en we maken haarscherpe luchtfoto's. Ja, onze opdrachtgevers zijn waterschappen, gemeentes, provincies, maar ook kleine en grote aannemers. Eigenlijk iedereen die belang heeft bij geo-informatie. Een voorbeeldproject wat we hebben uitgevoerd is een grote waterkering. Er werd een nieuw kanaal aangelegd. Vroeger ging onze landmeter daar was 2 weken bezig om van A tot Z het hele project in te meten. 3 of 4 jaar geleden hebben we een drone gehad. Hadden we 2 dagen de tijd nodig om dat project af te ronden. Maar nu met ons eigen vliegtuig vliegen wij er in 5, 6 vlieglijnen overheen. Hebben we A, veel betere data en zijn we in 20 minuten zijn we klaar. Daarnaast hebben wij zelf een dataportaal gebouwd, dus sinds vorig jaar live, waar we data van heel Nederland op eigen kosten hebben ingewonnen. En die hoge resolutie 3D luchtfoto's maken we ook voor elk bedrijf beschikbaar. Dus om het heel concreet te maken, als jij instructeur bent en jij plaatst zonnepanelen, dan kun je inloggen in ons portaal. Kun je ook in 3D elk gebouw bekijken. Zie je ook elk object, bijvoorbeeld een schoorsteen op een dak staan, waarmee jij dus jouw werkzaamheden van tevoren kunt inspecteren en daarmee faalkosten of tijd kunt besparen. Ik denk als wij 1 vlucht vliegen, halen wij al 5 terabyte aan data nu binnen. Dus als je dan het heel Nederland in 3D wil verwerken en ook laat ontsluiten naar alle mensen op de computer, dan heb je zeker snel internet nodig. Ja. Wij hebben vorig jaar het snelle glasvezel-internet van Vodafone gekregen, 10 gigabit. Dat was toen waar we als eerste MKB-bedrijf in Nederland die dat snelle internet aangeboden hebben gekregen. En dat is ook nodig om onze data op de cloud te kunnen hosten. Het bedrijf Kavel 10 is ontstaan door mijn 2 broers, Albert en broer Stefan. Stefan wou graag landmeter worden, Albert was piloot bij de KLM. Nou, en die 2 technieken zijn samengevoegd wat Kavel 10 nu is. Ik denk dat bedrijven hebben met je familie, ja, makkelijk, lijkt mij makkelijker dan een bedrijf te hebben met vreemden. We kennen elkaar door en door. We hebben ook lang thuis gewoond, altijd samen gevoetbald. Dus eigenlijk hebben wij geen verrassingen voor elkaar. Dus ik vind het niet een uitdaging om een bedrijf te leiden met mijn familie. Het probleem is dan wel, is dat je bij elk familieetentje dat het heel veel over werk gaat. Dus dat is voor mijn moeder is het wel een heel erg nadeel wat dat betreft. Nou, mijn moeder heeft hem bedacht. Dus als landmeter meet je kavels op. En we zijn opgegroeid op huis nummer 10. Dus dat is kavel 10 geworden. Ons vader is zeker betrokken bij het bedrijf geweest met de oprichting. Hij is ook altijd ondernemer geweest vanaf jongs af aan. En dat, nou, de ondernemersgeest zit er bij ons daardoor ook heel goed in. Maar met het opzetten van het bedrijf wat het nu is, we zijn ook samen met hem het eerste vliegtuig gekocht. En dat heeft hij allemaal mogelijk gemaakt. De toekomst van Kavel 10 zit hem echt in het 3D. Dus als je een 3D-model van Nederland kunt maken, dan ga je er straks heen dat wij in ons nationaal dataportaal Nederland in een 3D-model kunnen laten zien, maar ook in de toekomstige tijd. Dus als er een nieuw project wordt gevlogen, kun je eigenlijk een nieuw snelwegproject visualiseren in die data, waarbij mensen of in de omgeving ook met een VR-bril door een 3D-omgeving kunnen wandelen en daadwerkelijk kunnen zien wat is de impact van het nieuwe project in de huidige omgeving. Kavel 10 is een mega succes wanneer wij alle ondernemers in Nederland hebben bereikt met ons nationaal dataportaal. Ja, we maken gewoon coole dingen. Dus we hebben sowieso een bedrijf met vliegtuigen, maar we hebben producten. Klanten staan er altijd weer versteld van wat ze krijgen. En we zoeken altijd de grens op, dus dat blijft gewoon altijd uitdagend.